Hoi allemaal, welkom bij FEM. Zoals jullie misschien wel hebben gemerkt, is het deze week weer themaweek bij FEM. En iedereen laat deze week hun tas zien. De inhoud van hun tas. What's in my bag ook wel genoemd. En vandaag is het tijd om mijn tas te laten zien aan jullie. En dit is mijn kantoortas. Ik werk 4 dagen als management assistant. En daarbij heb je natuurlijk ook een tas nodig en spulletjes om mee te nemen. Want het is natuurlijk gewoon een baan waar je moet zitten de hele dag. En dan heb ik gewoon wel eens de neiging om te snacken tussendoor. En gewoon mijn telefoon erbij te pakken. En dat soort dingen die doe ik allemaal in mijn tas. Dus mocht je benieuwd zijn naar de inhoud van mijn tas en wat ik allemaal zoal meeneem naar kantoor, blijf dan vooral kijken. Nou, ik ga mijn tas eventjes openmaken. Trouwens, de tas is van My New Bag, mocht je daar benieuwd naar zijn. En ik ga jullie nu dus de inhoud laten zien van mijn tas. Het eerste wat ik tevoorschijn haal is natuurlijk mijn telefoon. En ik heb de iPhone 5S en die zit gewoon standaard in het zijvakje. Want ik kan niet zonder mijn telefoon en ook niet op werk, want ik heb hem gewoon altijd nodig. Dit is gewoon echt een verslaving van mij, dus die heb ik meestal wel in mijn tas zitten. Ik vind het echt heel lekker. Die moet je gewoon eens proberen. Waarom moet je nou weer gaan snoepen tijdens het filmen? Die zit ook in mijn tas. Ik heb eigenlijk altijd wel een flesje water bij me. Om gewoon tussendoor veel te drinken. Want dat is wel heel belangrijk voor je. Het volgende wat ik uit mijn tas haal is mijn andere telefoon. En dit is mijn zakelijke telefoon. Dus die gebruik ik om klanten mee op te bellen. En dat soort dingetjes. Dus die zit ook in mijn tas. Sleutels. De sleutels voor het kantoor. Sleutels voor mijn huis. En mijn autosleutels. Heb ik ook altijd een potje vaseline bij me. En dit is gewoon het standaard basic potje vaseline met blauw dopje. Leesbril, want ik zit de hele dag achter het scherm en op een gegeven moment krijg ik een beetje hoofdpijn en dan kan ik me niet meer concentreren en dan kan ik gewoon niet meer goed lezen. Dus dan doe ik een leesbril op en dat werkt gewoon heel erg goed en dan gaat die hoofdpijn een beetje weg. En voor als je je afvraagt hoe dat eruit ziet, dat ziet er dus zo uit. Heel erg goofy staat het mij, maar dit is dus mijn leesbril. Next is een notitieboekje. En dit is een note-to-self boekje van Mode Must Has. Die neem ik gewoon altijd mee. Die zit gewoon standaard in mijn tas waar ik ook naartoe ga. Dit is gewoon voor mij, voor mijn blog ook in privéleven en natuurlijk om ideeën op te schrijven. Dus die zit altijd in mijn tas. Heb ik ook oordopjes in mijn tas zitten en deze zijn eigenlijk vrij random. Want ik gebruik ze nooit, maar misschien moet ik ze maar eens een keer uit mijn tas halen. Liga, Milk Break. Oh, dit is zo lekker. Dit is de chocoladeversie. Chocola en wit zit erin. Heb ik ook nog mijn zonnebril in de tas zitten. Deze is van de... waar was die ook weer van? Oh ja, van de Primark is deze. En... Nou, die heb ik in ieder geval in mijn tas zitten. Omdat we wel eens buiten gaan zitten als het mooi weer is. En dan gaan we buiten lunchen. Dus die neem ik meestal wel mee. Heb ik ook deodorant in mijn tas zitten. En dit is de 8x4 mild en soft deodorant. Deze parfum. Hoofd keert om. Deze Cherry Bloom nummer 18. Dit is van het Kruidvat. En dit is de Master Perfumer versie iets. En dit is dan de kleine variant. Je hebt ook grotere parfumvarianten. Maar dit is de mini verstuiver in zo'n klein flesje. En ik vind het wel makkelijk om deze gewoon mee te nemen. Omdat die heel erg klein is. En je gooit hem gewoon in je tas en klaar. En ik vind hem ook heel erg lekker ruiken. Heel erg fris. En gedurende de dag wil je af en toe wel eventjes opfrissen. Dus vandaar de parfum. Natuurlijk ook een portemonnee, want ik rijd auto. En je mag natuurlijk niet de deur uit zonder je rijbewijs. En mijn rijbewijs zit dus in mijn portemonnee. En deze portemonnee heeft ook een slangenprint. Deze was trouwens van de Action. Super goedkoop, 1 euro of zo. En dan heb ik hier ook nog een lipgloss, een verdwaalde lipgloss. En mijn make-up tasje stelt niet heel erg veel voor. Dus ik dacht, nou dan laat ik die ook gelijk zien in deze video. Want het zit tenslotte in mijn tas, toch? Make-up tasje die ik heb is deze van Moroccan Oil. Heel schattig tasje. Ook met slangenprint. Ik weet niet wat ik heb met slangenprint. Maar daar hoorde deze dus eigenlijk in te zitten. Hier allemaal in zitten haarspray van Tony & Guy, geloof ik. Ja, haarspray van Tony & Guy. Dit is de Firmhold Hairspray Night to Day Control. Glamour staat erop. Heel erg handig haarspray in je tas te hebben. Wat er nog meer in zit in mijn toilettasje is deze gezichtskwast. Deze van Sigma. Er ook een elastiekje in. Wat nog meer. Handcreme van Dolph. Essential Nourishment. Zo ziet hij eruit. Mijn favoriete handcreme op het moment. Zit er ook een bronzer in van MAC. Dit is in de kleur Matte Bronze. Een concealer zit er ook in. En deze is van Aveda. De Inner Light Concealer. Tampons zitten er ook altijd in mijn etuietje. En
een blush van Gosh in een peachy kleur. En dat was eigenlijk de inhoud van mijn tas. En hebben jullie ook meteen een sneak peek gekregen van mijn make-up tasje. Hoewel daar niet super veel boeiends in zat. Maar wel leuk om aan jullie te laten zien, denk ik zo. Ja, dus dit was wat ik allemaal meeneem naar kantoor. Het is best wel veel, moet ik zeggen. Liever te veel meenemen dan te weinig, zeg ik maar altijd. En ja, ik hoop natuurlijk dat jullie leuk vonden om de inhoud van mijn kantoortas te zien. En natuurlijk duimpjes omhoog als jullie deze video leuk vonden. Vergeet je niet te abonneren op Fem. En hopelijk tot de volgende keer. Doeg! Hoi allemaal, welkom bij Fem. Ik ga jullie vandaag tips geven voor de leukste tv-series die je op dit moment op televisie kunt zien.